We zijn hier bij de archeologische Lego-dagen in het Huis van Hilde. Waarom is het evenement georganiseerd? Ja, we hebben dit eigenlijk georganiseerd om vooral gezinnen met kinderen, maar eigenlijk iedereen die van archeologie en Lego houdt, op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met archeologie. Waarbij we dus eigenlijk Lego als middel gebruiken om hen te interesseren voor de spannende wereld van de archeologie. Misschien leuk om te vertellen wat er deze week allemaal gaat gebeuren en wat er allemaal te doen is? Ja, we hebben een heel programma elke dag. Het zijn voornamelijk lezingen en workshops. Natuurlijk rond het thema archeologie, waarbij bijvoorbeeld de kinderen met Lego-stenen archeologische vondsten na kunnen bouwen. We hebben een workshop stop-motion filmpjes maken, waarbij de kinderen samen met hun ouders of grootouders bijvoorbeeld een archeologische vindplaats kunnen namaken en dan via de stop-motion techniek daar een filmpje van maken. Er zijn ook lezingen, onder andere van David van Hee, dat is een Lego Master. Die heeft ook met het programma Lego Masters meegedaan in België en die is speciaal voor dit evenement hier naartoe gekomen. Hij is zelf ook archeoloog en gebruikt dus ook Lego als middel om zijn verhaal over archeologische vindplaatsen te doen. Maar dat is wel echt heel bijzonder. Zeker. En ziet u ook dat kinderen er iets uithalen, er iets van leren? Ja, zeker. Ja, vooral van zo'n lezing natuurlijk, waarbij je heel veel informatie krijgt. Het is natuurlijk anders dat je voor volwassenen of voor kinderen een lezing geeft. En nu zie je gewoon dat door die Lego de kinderen ook aandachtig blijven, omdat het op een hele speelse manier wordt gedaan. Dan zie je zeker dat daar... dat ze daar wel iets van meekrijgen. Ik ben helemaal vanuit België hierheen gekomen voor het evenement. Wat is er zo bijzonder aan dit evenement? Het evenement is eigenlijk uniek, omdat we eigenlijk vanuit het museum de vraag gekregen hebben om met de geschiedenis van deze streek aan de slag te gaan en met Lego uit te gaan werken. Dus de lezingen die ik in Vlaanderen al gaf, die heb ik een beetje aangepast naar Nederland. Niet zo heel erg veel, want het verhaal is een beetje gelijklopend. En wat wij opgraven, hoe we dat doen, dat is ongeveer in Nederland en Vlaanderen hetzelfde. En dan hebben we daar workshops ook opgebouwd. Op basis van de collectie van dit museum en de geschiedenis die ze hier tonen. Waar is uw passie voor Lego ontstaan? Ergens als ik 4 of 5 was, dacht ik, zoals velen, met een set die ik kreeg, een trein en een station. En dan heb ik doorheen mijn jeugd met Lego gebouwd, maar ook met andere dingen. En dan begin je te studeren en dan vergeet je dat. En opeens kwam Lego terug uit met hele leuke en ook wel dure sets waarvan ik dacht van dat vind ik wel fijn. Dat was onder andere Star Wars en een aantal huizen. En voor ik het wist, sta ik 15, 20 jaar verder, heb ik een vrij grote Lego collectie, heb ik meegedaan aan Lego Masters en bouw ik mijn eigen dingen. Ik heb al ergens gelezen dat Lego een hele goede manier is om archeologie te leren en te zien. Waarom is Lego daar zo goed voor? Enerzijds, het is herkenbaar. Lego bestaat 90 jaar, dus eigenlijk bijna iedereen, 3, 4 generaties, die hebben Lego ooit wel een keertje gezien en of ermee gespeeld. Dus het is een zeer herkenbaar materiaal. En het is uiteraard ook heel educatief, dus het gaat om bouwen, het gaat om samenwerken, het gaat om inzicht. Dus er komen heel veel vaardigheden samen als je daarmee aan de slag gaat, wat net echt gewoon ook een leerproces is die we toch proberen de kinderen, maar ook de volwassenen mee te geven. En daardoor is het eigenlijk echt een heel goed medium, een heel goed materiaal om mee aan de slag te gaan. En je kan dat doen voor archeologie, je kan dat doen voor geschiedenis, maar je kan dat op zich ook doen voor wiskunde, voor taal, voor van alles en nog wat. De laatste vraag is, wat is uw hoogtepunt van vandaag? Het hoogtepunt van vandaag, ik weet niet, want ik heb het nog niet gedaan. Maar het is sowieso heel erg leuk om mensen gewoon te zien samenwerken. Ik werk heel graag met gezinnen, omdat je dan de dynamiek van een gezin ziet. En iedereen gaat daar wel een bepaalde rol in gaan spelen. Dus als daar oma en opa mee zijn, dan gaan die een andere rol aannemen dan de ouders. En zitten daar kleinere kinderen bij, dan gaan die begeleid worden. Zitten daar oudere kinderen bij, dan gaan die zelf dingen in de hand nemen en zelf starten. En gewoon die dynamiek is eigenlijk heel tof om te zien.